GTA Online. We spelen het al sinds 2013. Onlangs heeft Rockstar Games aangekondigd het platform te gaan verwijderen van de PlayStation 3 en de Xbox 360. Het beeld gaat voortaan daarop zwart. Echter is dit een probleem met de komst van de Xbox X en natuurlijk de consolereus PlayStation 5. Ook kunnen onze vraagtekens gezet worden bij de lancering van GTA 6. Is GTA 6 een Vice City verhaal? Is het een remake wat sommigen denken? Of is het een remake van GTA Liberty City? Of is het GTA Liberty City? En misschien speelt het zich wel af in GTA Planeet GTA. Een wereld met verschillende mappen van zowel bekende als onbekende plekken uit de reeks van GTA. Natuurlijk is de vraag over GTA erg groot en erg sterk. Maar is dat wel de echte vraag die we onszelf moeten stellen? Mijn antwoord is geen idee. Stel je eens voor, je hebt de PlayStation 3 of de PlayStation 4. In beide gevallen heb je GTA in je collectie. Dat kan niet anders. Maar GTA gaat stoppen op PlayStation 3. Nu is de vraag, gaat het ook stoppen op PlayStation 4? En zo ja, wanneer? Is dat een probleem? Ja. Waarom is het een probleem? Heel simpel, het is momenteel een probleem omdat de levering van het aantal consoles schaars is. Door de coronacrisis in dat een hele hoop consoles van de PlayStation 5 niet op tijd geleverd kunnen worden. Dan is de vraag, gaat Rockstar wachten met het beeld op zwart gooien op de PlayStation 4? Of gaat dat in rap tempo opvolgen bij de beslissing die ze ook genomen hebben met de PlayStation 3? En zo natuurlijk ook voor de Xbox One en de Xbox Series X. Daarnaast is er nog een vraag. Stel, ze kunnen geleverd worden, maar je hebt er geen geld voor. Dan ben je verplicht om nog eigenlijk een old school retro console te kopen. Of gewoon te blijven bij je Xbox One of je PlayStation 4. Echter is de kans groot dat jouw data van GTA Online straks verloren gaat als daar ook het beeld op zwart gaat. Nu is de vraag, zitten we daar wel mee? Want als iedereen toch overgaat naar de PlayStation 5 en de Xbox X, waar maak je dan druk om? Het gaat mij om het feit dat ik nu een Shark Card kan kopen voor, laten we zeggen, 8 miljoen. En dit 8 miljoen kost mij 80, afgerond naar boven, 80 euro. Is het wel normaal dat als ik 80 euro spendeer, er binnen nu en 10 jaar geen gebruik meer gemaakt van kan worden? Is het een vorm van diefstal? Ze hebben jou een worst voorgehouden en halen hem gauw weer weg. Jij hebt destijds op de PlayStation 3 ook wel eens een Shark Card gekocht. Deze Shark Card kocht jij niet met het idee dat op een dag daar het beeld op zwart zou gaan. Echter gebeurt dit wel. Dit betekent dat het bedrijf Rockstar Games jou een Shark Card hebt geleverd voor de waarde van 80 euro. En in principe ben je die na zoveel jaar kwijt. Die garantie die ze je geven is al tot de voordeur. Want als zij zeggen de Shark Card is geleverd, maar je hebt nog niks ontvangen. Ja, probleem, je hebt niks ontvangen. Maar je hebt wel al betaald. Maar ze vertellen je er niet bij dat, let op, dit product is niet onbeperkt. Er staat bij dat het een Shark Card is, de waarde van zoveel euro. Jij koopt die Shark Card, want jij wil dat ene vliegtuigje wat ze onlangs hebben toegevoegd, hebben. Maar zoveel jaar later is jouw vliegtuig kwijt. Waarom? Omdat ze het hebben verwijderd. Dat is de echte vraag. Is Rockstar Games te ver gegaan? Is dit een grens die we ons niet mogen laten passeren?
Is dit diefstal of een logische stap? Dat is de vraag.